deboodschap.today. Wanica Ziekenhuis, bewijs van hechtere relatie Suriname-China. Het regionaal streekziekenhuis Wanica is het bewijs van een steeds hechter wordende relatie tussen de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China. Het ziekenhuis de Vredenburg Serie B werd op vrijdag 7 februari technisch opgeleverd en aan het ministerie van Volksgezondheid overgedragen. Zowel vicepresident Ashwin Adin, minister Antoine Elias van Volksgezondheid als de Chinese ambassadeur Li Quan benadrukten bij deze gelegenheid de relatie tussen de twee landen. Volgens de vicepresident zijn China en Suriname door het ziekenhuis als geschenk van het Aziatische land aan Suriname dichter bij elkaar gekomen. Het regionaal streekziekenhuis Wanica is tot nu toe het grootste project dat is uitgevoerd sinds het begin van de relatie tussen de twee landen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.